We zijn hier in het duikhuis in Strijesas van Erik en Femke. En dit huis ligt hier op een prachtige plek, eigenlijk tussen een dijk en een beekje. Dit huis is helemaal zoveel mogelijk gebouwd eigenlijk uit hernieuwbare natuurlijke materialen. Houten funderingspalen, een houten vloer, een houten gevel, een houten dak. De wandafwerking is van hout, de constructiekolommen en balken zijn van hout. De isolatie is van hout. We kiezen voor hout in de bouw om een aantal redenen. We staan op dit moment voor een enorme woningtekort. Dat betekent dat er heel veel gebouwd moet worden. Maar dat bouwen dat leidt ook tot problemen, bijvoorbeeld door de stikstofuitstoot en de regelingen daaromtrent. En een nadeel van beton is tweeledig. Enerzijds moet je er cement voor gebruiken en dat kost heel veel CO2 in de uitstoot van het maken van het ingrediënt. En ten tweede is beton, als het gestort is, heel moeilijk om weer te ontleden, uit elkaar te halen en iets anders mee te doen. En het mooie van hout is eigenlijk het omgekeerde. Dat kost niet heel veel CO2 om te maken, want het slaat CO2 op in de boom. En tegelijkertijd kun je het ofwel weer teruggeven naar de natuur, maar nog beter hergebruiken in andere producten. Dus we hebben een enorme kans met hout, maar op dit moment wordt er eigenlijk nog maar weinig mee gedaan. Dat is maar een klein percentage wat echt met hout wordt gebouwd. En dat komt omdat de reguliere bouw toch in de gewenning zit. Ik denk als je nu doorgaat op de manier waarop er gebouwd wordt, dan maak je eigenlijk problemen nog erger. De baksteenbouw is heel erg in onze bouwcultuur verweven. Dat wil zeggen dat aannemers, die weten hoe ze daarmee om moeten gaan, die kunnen daar garanties op bieden. En op het moment dat je een enorme transitie meemaakt, dan zit dat allemaal op losse schroeven. En die onzekerheid zorgt ervoor dat aannemers liever toch op een gangbaar materiaal teruggaan. En we hopen met de projecten zoals de Dijkhuis te laten zien dat het wel degelijk anders kan. En dat het ook opgeschaald kan worden voor de miljoen woningen die er nodig zijn in de toekomst. Human.